Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Wart Gene. Wart, je bent van de eSports Club. Klopt. Wat doet de eSports Club? eSports Club maakt content over competitief gamen, eSports. Dus je bent de sportredactie van het internet. Je kan een beetje zeggen, ja, voetbal international. Wat heb je nog meer? Of net als wat iCulture doet over telefoons en alles van Apple, doen wij alles over dingen die te maken hebben met e-sports, schrijven wij. Hey, wij hebben ons recentelijk een klein beetje in die wereld verdiept. En ja, je zei het in het voorgesprek al, die vraag die komt altijd. Maar we moeten toch even bij het begin beginnen. E-sports, wat is dat? E-sports, wat is het? E-sports is competitief gamen. Dus je hebt gamen, het spelen van computergames. En dan hebben een aantal mensen besloten, het is heel leuk om uit te maken wie nou de beste is in dit spel. Nou, dat gebeurde al redelijk vroeg in het begin, zeg maar, toen gaming al werd uitgevonden. Maar we hebben natuurlijk ook de bordspelen, spelen. Mensen willen gewoon weten wie is de snelste, wie is de beste. En dat is ook bij gaming zo. Hoe je het een beetje kan zien, hoe ik het altijd heel strak definieer, is je hebt een spel nodig dat gespeeld moet worden. Nou, teams of spelers die daaraan willen deelnemen. En een derde partij, wat de scheidsrechter een beetje is. De persoon die de regels bepaalt. En bij gaming is het dus ook niet zo dat alle regels die er zijn, per se in een game vastgelegd liggen. Okay. Net als bij tennis speel je bijvoorbeeld 3 of 5 sets. En bij spellen, bij games speel je soms, ja, wie er als eerste 3 of 4 potjes gewonnen heeft of dat soort zaken. Ja. Iemand moet ook de regels handhaven. Ja, en controleren en beslissingen nemen. Wie, ja, en dat is vaak dan de toernooiorganisator. Dus dat, ja, er is een toernooiorganisator en er zijn mensen die dan spelen een bepaald spel. En er wordt een ranglijst bij. Er hoort een ranglijst bij, maar ja, je hebt verschillende organisatoren nog. Het is redelijk, ik wil niet zeggen het is nieuw, want e-sports bestaat al 25 jaar, of misschien nog wel langer. Maar ja, daar horen we inderdaad wel ranglijsten bij van wie is de beste. En je moet je kwalificeren om aan bepaalde toernooien mee te doen. Dus het feit dat je neefje mee kan doen met het WK is al lang niet meer zo. Nee. En als je jou een beetje gaat researchen, wat wij altijd zeer beperkt doen voor dit soort uitzendingen. Heel goed. Dan lees je overal dat jij al 10 jaar lang een enorme passie hebt voor die e-sports, voor dat competitief gamen. Waar komt dat vandaan? Kom je zelf uit de gamecultuur? Nou, mijn ouders waren allebei zeer fanatieke handballers. Dus ja? Mijn vader heeft volgens mij nog voor Jong Oranje gehandbald. Nee, dus ik kom echt uit een sportfamilie. Dus ik ben vroeger opgevoed met de Olympische Spelen. Op zaterdag stond Duits voetbal aan. Ik zag alle sporten. Volgens mij weet ik alleen van cricket, niet de regels. Maar ja, volgens mij is dat geëxcuseerd, want dat is heel erg lastig. Ja. Dus ik ben heel erg opgevoed met sport. En er waren altijd games in mijn familie aanwezig. Dus vanaf, denk ik, mijn vierde of vijfde kreeg ik volgens mij mijn eerste Game Boy. Ja. Jaren 90, ja, 1990 of zo. En toen het internet kwam en er competitief gegamed kon worden, ja, ging ik dat ook al doen. Dus ik ging in 2000, 2001, ging ik telefoonticket betalen aan mijn ouders om online toernooien te kunnen spelen. Ja. Ja. Dus dat je moest netjes van je, dat werd op je zakgeld ingehouden, bij wijze van spreken. Ja, dat had ik afgesproken. Dus ik kon niet, zeg maar, onbeperkt op het internet. Dus we hadden een ISDN-lijn. Zodat er wel nog gebeld kon worden. En dan speelde ik 2 wedstrijden per week in de avond. En 1 avond deden we trainen. En dan ging ik zaterdag stappen met vrienden. Maar door de week, ik woonde in een dorp, ging ik gewoon gamen. Ja. En wanneer kwam dan het moment, weet je, met die passie die je had, dat je dacht, hey, hier zit meer in, hier ga ik wat mee doen? Ik denk dat het was een beetje in 2010, toen kwam de game StarCraft 2 uit. Toen was er wel al een hele industrie en was ik al een keer naar een toernooi geweest internationaal om erover te schrijven. Want je werkte toen als journalist voor. Ik heb stage gelopen bij Power Limited, het gameblad. Ja, toen ik 16 was, daar moest ik voor werken. Dat was gewoon, dat waren een soort van rocksterren die gameden en die verdienden hun geld. En ze werden ook neergezet. Ja. Breken in de realiteit dat je echt heel hard moest werken en een beetje gamen. Nee, maar toen ik daar stage liep, werd op een gegeven moment gebeld door Hewlett Packard, destijds nog. En die zei, we hebben een toernooi in Lissabon, wil iemand daar naartoe? Niemand van het blad wilde, dat was de hoogste rangorde. Niemand van de website wilde, dus de stagiair. Ik was de eerste stagiair, die mocht op trip. Ja. En in 2010 kwam de game StarCraft uit. En toen had ik bedacht, ik word pro-gamer. Ik had dat natuurlijk vroeger al geprobeerd. Ja. En dit was de game.
bleek ik ontzettend slecht in te zijn. toen ben ik daar commentaar bij gaan geven. Maar ik ging ook wedstrijden kijken. Dus in Zuid-Korea is StarCraft al ontzettend groot vanaf 2000. Dus ik had voor $18 had ik een bepaalde player en een ticket gekocht. En toen ben ik dat eigenlijk allemaal gaan kijken. Gewoon puur vanuit... Van thuis uit? Vanuit thuis uit. Nee, vanuit thuis uit. En dan betaalde je $18 per maand om die wedstrijd uit Korea te kunnen zien. En daar ben ik eigenlijk alles van gaan kijken. En ik vond dat fantastisch mooi. En ben ik zelf commentaar gaan geven bij dat soort games. En omdat niemand in Nederland eigenlijk in die periode een beetje in het gamejournalistieke wereldje er ook maar iets mee had, net als in 2007. Daar liep je echt voorop. Nou, ik liep niet per se voorop, maar het was zo van, niemand wilde, behalve ik. Ja, nou, dat is de mooiste situatie die je kan hebben, zeker als je kijkt waar we nu zijn. Ja. Maar ik had een soort van ongewilde monopolie. Ongepland monopolie. Ja, ongepland monopolie. Wel gewild. Ja, en ik vond het echt fantastisch, omdat ik die hele sportieve achtergrond heb. Dus ik vind sport vond ik heel mooi, maar uiteindelijk ben ik in plaats van voetbal, ben ik StarCraft en uiteindelijk Dota gaan kijken. Ja. Ik had zelf ook gegamed, dus, en gamen was een passie van me, dus 1 en 1 is 2. En toen heb ik eigenlijk in 2012 wel ergens bij mezelf besloten, volgens mij is dit een ding dat ik heel erg leuk vind. En volgens mij is dit iets wat niemand doet. Ik ga hier gewoon mijn specialisme van maken binnen de game-industrie. Ja. En toen werd ik soort van Wart van e-sport. En dat was eerst een geuzennaam, want iedereen lachte me uit. En nu is het van, is die toch blijven hangen. Nou, eigenlijk is dat toch maar heel kort geleden. Hè? Daar hadden we het laatst ook over. Van, je zegt dat is 2012. Ja. 7 jaar geleden. Ja, 7 jaar geleden. Dat is ongelooflijk hard gegaan dan. Hè? Want het is nu een mega bedrijfstak met grote belangen. Er gaat veel geld in om. Ja, maar dat was eigenlijk sponsoren. In 2007, 2008 was dat eigenlijk ook al. Want ja, maar al... voor de rest van de wereld, voor onze wereld. Ja. Het stond al in de krant, weet je, destijds. Ja. En toen heette het nog cyberatleten en zo. Maar jij weet ook nog, er werd natuurlijk een beetje met een zeker deadend naar gekeken. Of een beetje cynisch van, ach... Ja, maar in 2008 moest het ook nog op tv. Dus je had Rupert Murdoch was investeerder erin. Het was op MTV. Ja. Het ging door. Nou, toen kwam de economische crisis. Ja, toen moest het nog op tv, want de streaming... toen kostte het $10.000 om een avondje te streamen. Ja. En dan kon dit niet, zeg maar, wat we nu doen. En dat is met bijvoorbeeld een komst van Twitch. Later is gekocht door Amazon. Is dat wel echt veranderd. Dus ik keek nog echt via een Koreaanse player. Ja, precies. En later ging alles via Twitch. Ja. En de game-industrie heeft gewoon andere manieren gevonden, omdat ik heb het idee dat het nog steeds wordt genegeerd in de programma's als De Wereld Draait Door of RTL Boulevard. RTL Boulevard heeft ook wel even een beetje aandacht. En wat jij nu doet, de e-sports club, dat is nog steeds eigenlijk helemaal in dezelfde lijn, content maken over e-sports. Ja, en dan voornamelijk nieuws. Ja. En wat wij dan doen, hoe je eigenlijk e-sports moet zien, is eigenlijk een verzamelbegrip, net als sport dat ook is. Dus de meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in e-sports. Ze zijn geïnteresseerd in of Formule 1 of in voetbal. En bij ons zijn het dan games. Dus mensen zijn fan van League of Legends, Counter-Strike, FIFA, Fortnite, Super Smash Bros. En dat loopt ook niet heel erg in elkaar over, dat is eigenlijk wat je zegt. Van de... Je gaat in jullie site om over Fortnite te... Ja, dus net als wij, je bent wel geïnteresseerd in meerdere sporten op een bepaald niveau, maar je bent toch echt voornamelijk bezig met één sport. Dus je hebt echt wel de voetbalfan en de Formule 1 fan. Nou, je kan ook wel van 2, 3, 4, misschien 5 sporten nog wel dat echt willen volgen. Ja. Maar vaak zie je ook dat de mensen die dan één game volgen en dat ook zelf spelen, daar heel veel van hun tijd in steken. Omdat je die games, die kun je oneindig veel spelen. Daar zit geen einde aan. Maar dat vind ik ook ook tegelijkertijd... Het moeilijk begrijpbare van je site. Want je hebt tot nu toe... Is voor jou een tussenfase dit? Nu is het nog breed. Als ik naartoe ga, kan ik kiezen. Ja. Maar je noemde zelf het voorbeeld Voetbal International. Ja. Daar gaan mensen naartoe omdat ze alles over voetbal willen lezen. Ja. En niet over hockey. Dus is dit een tussenfase voor jou? Weet je, waar je nu nog alle meerdere sporten tegelijk moet pakken om genoeg publiek te halen? Ik denk dat het goed is om dit moment dat nog bij elkaar te voegen. Wat we wel hebben is dat al onze social kanalen zijn wel uitgesplit bij een game. Omdat als jij geïnteresseerd bent in een bepaalde game, is het vaak niet heel interessant om een hele hoop andere games ook voorbij te zien. Ja, we hebben dat natuurlijk. We volgen dat internet al een tijdje. Je hebt dat overal gezien. Kijk, de diepte van de niches die worden allemaal steeds dieper. Ja. En jij hebt nu op je site. Weet je, we kunnen nog wel filteren op game. Kun je zeggen, nou, ik wil FIFA kijken of ik wil alles daarover weten.
Wordt dat een, hoe anticipeer je op dat dat mogelijk een bedreiging zou kunnen worden? Want ik kan me voorstellen dat er straks, dat er, die zijn er ook al, ja. Weet je wel, helemaal dedicated FIFA kanalen komen. Ja, maar op dit moment is er, wat wij doen geschreven content. Ja, dat heb je heel weinig. Dus, en dat heb je wel heel veel in het Engels. Maar wat heel interessant is... Hoe komt dat eigenlijk, dat dat er niet is? Omdat al die jongens die maken YouTube-video's. Ja, en dus streamen alles live. Als ik nu YouTube-video's zou gaan maken, heb ik heel veel concurrentie. Als ik ga schrijven, dan heb ik heel weinig concurrentie. Dat is ook de reden waarom je het doet? De reden waarom we het voornamelijk zo zijn begonnen. Een van de redenen is A, dat. B is ook omdat het gewoon veel kostbaarder is om video te maken. Om dat uiteindelijk terug te verdienen met de redactie en dat soort zaken. Hetzelfde met livestreamen. Ik ben in 2011 ook begonnen met livestreamen. Dat is eigenlijk nog een wat je nog liever zou willen doen, maar dat is gewoon nog kostbaarder. Dus het is gewoon een overweging. Wij kunnen nu veel meer content maken, kwalitatief goede content, voor een lagere kostprijs. Omdat ik werk niet als een krantenredactie, dat ik even rustig de tijd heb om even na te denken over wat ik ga schrijven. Nee, bij ons moet in principe een artikel ook traffic opleveren. En dat werkt op dit moment heel goed met de geschreven content die we doen. En hoe werkt dat voor je publiek? Want in de beleving van mensen is video is de taal van deze tijd. Ja. Zeker als het gebied waar jij op actief bent. Maar die mensen blijken ook allemaal wat te lezen, hoor ik nu eigenlijk. Nou ja... Zijn ze ook zo hongerig? Mijn achtergrond is nieuw media, digitaal cultuur, gewoon media gestudeerd. Ieder medium heeft zijn eigen kracht. En als jij iets wil opzoeken, dan is tekst heel makkelijk. Ja, je gaat door een video heen skimmen, is ontzettend lastig. Dus als je iets... Hoe wij de content ook schrijven, is dat je het kan scannen. Dus gewoon slimme tussenkopjes. Dus eigenlijk hoef je niet per se de hele tekst te lezen. Ik bedoel, ik snap ook wel dat de jeugd niet per se iets wil lezen. Kan je wel heel snel de kern van de tekst naar voren halen van wat het is of waar het over gaat. En soms willen mensen daar wel juist heel uitgebreid over lezen. Dus ja, zo schrijf, tekst heeft zo, zijn eigen... zo meld jij vanavond eventjes van dat het weer Champions League is. Dat weten we allemaal. Ajax moet zometeen tegen Chelsea spelen. En dat er twee marquee matchups als SBC zijn uitgebracht. Dat je twee teams moet voltooien, namelijk Valencia tegen Lille. En dat is gewoon een nieuwtje om iedereen even te herinneren. Dat moet je wel vanavond even doen. Nou, dat is in FIFA een heel ding. Dus er zijn heel veel FIFA-spelers. En dat is een squad building challenge. Ja, en dan moet je een soort van puzzel dat lossen. Dat moet je afronden vanavond. En daar zijn FIFA-spelers mee bezig. Die zijn daarmee bezig. En in video werkt dat gewoon niet, want... Ja, dat zou je ook kunnen doen. Ja, maar gebeurt ook wel. Dit is een update die mensen belangrijk vinden om te volgen. En wat wij bijvoorbeeld ook hadden, waarschijnlijk heb je dat meegekregen van Fortnite, ging op een gegeven moment op zwart. Ging een zwart gat. En wij zaten in principe op dat moment dat het gebeurde, zaten we klaar. En iedere keer als er wat veranderde, voegden wij een extra regel toe. Zeg maar eigenlijk een soort van live blog. Het wordt een soort live blog, wat mensen kennen van de grote nieuwssites. Ja. En dat was wel grappig, want onder tweakers was nummer 1 comment... was onze copy-paste van het artikel op Tweakers. Een hele mooie. Ja, het is best wel gejat. Maar er stond wel een mooie backlink naar ons artikel. Maar ja, dat zijn dingen die kan je eigenlijk alleen in tekst doen. En er zijn bepaalde dingen die kan je heel goed in video doen. En dat doen we op dit moment niet. Dus het idee is om dat uiteraard wel in de toekomst te gaan doen en te gaan bouwen. Zou ik livestreams willen doen. Maar op dit moment doen we gewoon dat met tekst waar tekst heel goed voor is. En dat ze gewoon heel snel iets kunnen vinden en opzoeken of verder checken. Ja, een van de... ik doe de laatste tijd ook best veel in de gewone sportwereld. Je zei, ik ben ook opgegroeid met liefde voor gewone sport. Handbal, voetbal, whatever. Tennis, ja. Gijsbert Krajicek was mijn grote idool vroeger. Ja. Wij ontmoeten eigenlijk best wel veel vragen binnen die traditionele sportwereld. Van, is dit nou eigenlijk wel sport? Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik snap de vraag, zeg maar ik wil hem eigenlijk niet beantwoorden. Waarom niet? Omdat de vraag die ik dan eigenlijk altijd stel, waarom is het relevant? Nou ja, weet je, het is toch... heel veel mensen zullen namelijk heel veel sportliefhebbers, denk ik. Dat merk ik ook in mijn eigen omgeving. Zeggen, ja, wat heeft dit nou met sport te maken? Ja. Want sport wordt toch geassocieerd met bewegen, sportief zijn. Maar waarom zou het tot sport moeten behoren? Nee, maar laten we niet... Ik stel de vraag aan jou. Ja. Nee, kijk, wat ik denk is dat het heet e-sport.
Ja, daar zit sport in. Ja. Maar, zo heeft iemand het genoemd. Heeft iemand het genoemd? Nou, als e-games was geweest, hadden we waarschijnlijk... Laten we het niet over e-games hebben. e-games okay. En digitaal. Nee, het is... als je zeg maar e-games zegt, ben je af in de gamingwereld. Okay, ja. Waar het er meer om gaat, is dat hoe ik het altijd vergelijk. Gaming kun je vergelijken met sport. Meer als in gaming is de grote bubbel. Dan is e-sport een klein stukje daarbinnen. Dus als je sport heb je hardlopen en je hebt competitief hardlopen. Dus je hebt recreatief en competitief. Ja. Gaming is eigenlijk recreatief, e-sport is competitief. Ja. Het is een tijdsbesteding van mensen. Weet je, e-sport is ook een stuk entertainment. Ja, is het entertainment of is het sport of is het allebei? Is sport entertainment? Dus ik denk dat het gewoon iets is, een tijdsbesteding waar mensen tijd aan willen besteden. A, om te kijken, om te volgen. De atleten zelf bewegen niet zo heel veel. Maar ja, wat doet pistoolschieten? En dat is ook sport. Je hebt ook denksport. Het hoeft voor mij niet per se in dat kader te vallen om te kunnen waarderen wat die atleten, want dat zijn het in principe wel, ervoor moeten laten en voor doen om een topprestatie te leveren. Ja, want jij zegt atleten, daar bedoel je mee dat mensen echt met grote discipline zich heel veel moeten ontzeggen om hier beter in te worden en dat op competitief niveau goed te kunnen doen. Je hebt echt heel veel discipline nodig om op dit niveau te komen, omdat je hebt heel veel herhaling, je moet heel veel oefenen, je bent... Kijk, het gaat niet om dat je 16 uur per dag gamet. Dat is niet per se een goed trainingsregime. Je hebt goede rust nodig. Je moet goede voeding. Slapen, eten. Slapen, ja. Ook want je wil geen hoge piek. En als je bijvoorbeeld een gametoernooi hebt. Neem bijvoorbeeld dit weekend is in Parijs is het de WK van League of Legends. Ja. Dat wordt de grootste e-sports finale aller tijden. Dat is groter dan een WK Fortnite. Niet dezelfde grote prijzenpot. Maar de afgelopen bij de halve finale kijken 4 miljoen mensen live. Via YouTube en Twitch. Ja. Nu gaan er nog meer mensen naar kijken. Daar zitten dadelijk teams 5 uur lang te gamen. Die hebben echt dadelijk potjes van 30 tot 40 minuten... waar iedere milliseconde van reactievermogen telt. Samenwerken, coördinatie, dat is helemaal op elkaar afgestemd. Dat is zeg maar hetzelfde als je het stokje niet goed doorgeeft met estafette, ben je af. Dus er zit zoveel moeite en effort in... En, dat is niet, zoals ik al zeg, het is echt een topprestatie. En of dat dan sport is, zeg maar, omdat het fysiek is, dat is misschien niet eens de vraag. Omdat ik vind die definieringskwestie namelijk toch wel grappig. Want er stond het is een competitie. En hetzelfde als jij zegt eigenlijk, op het moment dat je een bepaalde vaardigheid of een skill in goed Nederlands in competitieverband beoefent, dan is het... Is het dan sport? Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel en uit. Het boeit eigenlijk ook niet. Nee, want mensen vinden het blijkbaar interessant genoeg om ernaar te kijken. Zeg maar, was een stuk in de Volkskrant van deze zaterdag over... Is darts sport? Steeds een discussie. Daar werd van gezegd van is darts of... Maar mensen kijken ernaar, toch? Die zit stil in een auto. Die krijgt al wat geest. Die moeten echt de sportschool in om dat goed te kunnen doen. Is super getraind. Maar je kunt het misschien wel vergelijken. Of een schaker of een dammer. Iemand anders reageerde vanochtend in de Volkskrant. Dat vond ik ook wel weer interessant. Die zei... die protesteerde heel erg. Die zei, gaming is ook heel erg verslavend. En om dat dan sport te noemen, weet je wel, die mensen die... Ja, maar sport is toch net zo goed verslavend? Maar was een ervaringsdeskundige en hij zei van het is heel erg moeilijk om daar vanaf te komen. Terwijl sport moet je juist vaak heel erg doorzetten om het überhaupt te kunnen opbrengen om die trainingen te doen. Dus het is het omgekeerde fenomeen. Ja. Het ding is zo dat als jij professioneel gamer wil worden, als in echt competitief gamer, dus niet entertainment video's maken... Dus niet realistisch, zeg maar. Ja. Maar als je echt op hoog niveau... Dan, is dan hetzelfde? Dan is die bijvoorbeeld... Ja, want... Dan moet je ook je alles ontzeggen. Dan moet je dus één game iedere dag, dag in dag uitspelen. Moet je de game nog wel leuk vinden. Maar kan je vertellen, heel veel van die gasten, die spelen... Als je de game... als je heel goed wil worden in een bepaalde game, speel je hem niet meer op de manier zodat het leuk is. Dan speel je het de manier waarop je het beter wordt. Maar ook waarop je kan winnen. En de manier om een game te winnen is niet per se altijd leuk. Net als met sport. Sport, als je wil winnen. Kijk, voetballen in een parkje, dat is nog gewoon leuk met vrienden. Maar als je echt, dan moet je echt heel veel dingen doen die gewoon niet per se leuk zijn. Dus dan de grind, zeg maar. Dan moet je gewoon heel veel herhalen. Heel specifiek trainen op bepaalde onderdelen.
En er zijn ook bijvoorbeeld bij Counter-Strike, schietspel, zijn bepaalde levels om je oog-handcoördinatie te trainen. En dat gebruiken ze ook om op te warmen. Dat is gewoon niet omdat het leuk is, maar gewoon om bepaalde oefening. Om die hersencelletjes op gang te krijgen. En dat, als je echt heel goed wil worden, heb je heel veel van dat soort dingen. Dus het is niet zo dat die gasten heel gezellig 8 uur per dag zitten te gamen. Nee, ze zitten jij noemt trainen, hè? Ontstaat er ook een industrie omheen dat je opleidingen inmiddels kunt gaan doen? En zegt van, ik vind dit interessant, maar ik wil beter worden. Ja, beter worden is een van de grote redenen waarom mensen e-sports kijken. Ja. Maar zijn er betaal georganiseerde opleidingen? Ik heb bijvoorbeeld zelf, ik weet niet hoe het heet, maar ook een betaalde je volgens mij iets van $25 voor iedere 3 maanden. Dan krijg je toegang tot een trainingsplatform met video's waarin je bijvoorbeeld beter wordt in bepaalde helden van een game. Dus dan heb je bijvoorbeeld 100 poppetjes om uit te kiezen en dan krijg je gewoon les in hoe je in een bepaalde beter wordt. Ja. Zodat je nog hoger op de ranglijst zelf kan komen. Want wat heel veel mensen vergeten is, je hebt natuurlijk de toplaag, die doet mee in al die toernooien. Maar er zijn heel veel jongens en meiden die gewoon voor de lol ook spelen. Dat is eigenlijk een beetje de zaterdagcompetitie. Ja. En die zaterdagcompetitie die speel je niet bij de lokale club. Maar bij gaming is het gewoon zo dat je drukt op een knop in de game en je krijgt een tegenstander. En dat is ontzettend prettig. Maar dat maakt het wel veel minder zichtbaar. En om even terug te gaan naar die Formule 1 vergelijking, wat ik daar heel goed aan vind, is dat daar waar je bij sport heel erg het fysieke ziet van de sporter, en dat dat heel erg in beeld is, zie je dat bij de Formule 1 eigenlijk helemaal niet. Dus het is heel erg ontmenselijkt, de Formule 1. Dus je ziet heel weinig expressie. Je ziet een auto. Je ziet een auto. En dat is bij e-sports in principe ook. Je ziet wel een facecam, maar je zit eigenlijk in-game. Dus je ziet de avatar van de speler voornamelijk. En je ziet wat minder expressie wel tussendoor. En dat zie je natuurlijk ook op het einde van de Formule 1-wedstrijd wel, die emotie. En wat ik heel interessant vind, is dat mensen uit de sportwereld echt heel erg die emotie in beeld willen brengen. Ja. Maar voor de gamer is dat in-game, dat avatarstuk, is veel belangrijker. Ja. En daar zie je ook wel weer een soort van gek conflict. Ja. Fascinerend. Ja, want het gaat juist om die game. En daarom is ook niet per se sportjournalistiek of sportmarketing per se altijd de beste invalshoek voor de start in e-sport. Maar het grappige is wel, vind ik, want wij zijn een keertje in de arena geweest. Was er ook zo'n evenement daar over die dingen. Mm-hmm. Tegelijkertijd worden ook in de e-sports heel veel van de dingen die we kennen van de andere sports eigenlijk overgenomen. Ja. De studiosport van de e-sport, zeg maar. Ja, ja, ja. De commentatoren. Er zitten heel veel over. Er zitten, maar we hebben een bepaalde manier. Ik hoorde volgens mij iemand vandaag zeggen, ja, waarom noem je een telefoon nog een telefoon? Het is eigenlijk geen telefoon meer, het is eigenlijk een computer. Maar ik heb iets nodig uit dat we de wereld die jullie begrijpen, zeg maar, om uit te leggen wat het is. Wij oude lullen. Nee, maar ook gewoon, ik leg in principe al 10 jaar uit naar mensen waar ik naar kijk en waarom het leuk is. En dan moet je toch een soort van gezamenlijk iets wat je gezamenlijk hebt, vooral, hè? Dat is zul je moeten gebruiken om het uit te leggen. Ja. Ja, maar tegelijkertijd merk ik ook, want we hebben hier wel eerder mensen aan tafel gehad om over dit onderwerp te praten, weet je wel? En dan gaat het ook over de dingen overnemen, dopingcontrole, weet je wel? Maar die controles horen dus. Die doen ook een intrede in sommige van de sporten. Dus de overeenkomsten zijn valsspelen en gokken, omkopen. Dat gaat allemaal meespelen. Bij de eerste games werd er al gelijk vals gespeeld, weet je wel. Dus mensen zijn altijd op zoek naar hoe kan ik vals spelen. Dus, en daarom is het ook, op het moment dat je het gaat vergelijken met sport, denk ik ook dat je heel veel eigenschappen die e-sports heeft over het hoofd gaat zien. Er ontstaat dan een soort van blinde vlek van wat de kracht is juist. Vertel eens, wat zijn die? Hoe ga je dat goed uitleggen? Zeg maar, het verschil tussen bijvoorbeeld sport en e-sport is dat sport beweegt vanuit lokaal naar globaal. Dus je begint bij een lokale club, dan ga je uit een nationaal en internationaal. Ja. E-sports is het ontwikkelen van globaal naar lokaal. Dus je begint eigenlijk, omdat je op servers speelt. Je begint online. Ja, je begint online en wereldwijd. De wereld is je competitie. Ja. En nu is langzaam e-sport zich het vertalen naar lokale dingen. Bijvoorbeeld lokale clubs of lokale evenementen. Dus hoe gaan we nu in hemelsnaam van die Europese competitie van League of Legends daar nationale competities van krijgen waar mensen geïnteresseerd genoeg in zijn om naar te kijken? Dus dat is bijvoorbeeld een hele andere beweging, wat ook een hele andere aanpak vereist. Waardoor het ook veel lastiger is om bijvoorbeeld
lokale helden te vinden en zeg maar te sponsoren. Ja, hoe werkt dat nu bij de Eredivisie? Die zijn een E-divisie gestart. Dat is een hele vreemde eend in de hele e-sportswereld, de ja. E-divisie. Omdat daar eigenlijk gewoon gezegd is, oké, alle voetbalclubs moeten nu, nou volgens mij dit jaar zelfs 3 spelers of 2 spelers moeten ze hebben. Je bent gewoon verplicht om dat te doen. Wij waren daar in de eerste competitie qua FIFA wereldwijd, waarbij dat gebeurde, ook echt vanuit de voetbalclubs. Waarmee gezegd hebben we lopen voor op FIFA. FIFA is niet zo'n hele grote e-sport, wel een hele grote game. Internationaal wordt wel steeds groter. Maar daardoor, ja, en dat is ook weer, FIFA is in één keer, heeft heel veel media-aandacht gehad. Terwijl League of Legends, dat dit weekend plaatsvindt, is zoveel malen grotere game ook wereldwijd. Maar voetbal snapt de rest van de wereld beter. Waarom? Zeg maar. Ja. En ik zou ook eerst beginnen met FIFA als ik het aan het grote publiek wil uitleggen. En bijvoorbeeld een team Gullit, waar bijvoorbeeld Ruud Gullit zegt, ik heb een voetbalteam. Dat werkt veel beter in een De Wereld Draait Door. Want de man heeft zeg maar credibility in beide werelden. In FIFA, want hij heeft het beste kaartje. Statistisch gezien gewoon de beste speler. En in de voetbalwereld, zeg maar de oudere generatie, is hij gewoon een van de Nederlandse voetballers. Dus bij de jeugd is hij gewoon een kaartje uit FIFA. Ze hebben geen idee hoe hij ooit gespeeld heeft. Ja. Maar ze willen hem per se hebben. En voor de wat oudere generaties. En dat denk ik ook dat een sport of wat e-sports nodig heeft. Het zijn wat mensen die zeg maar respect hebben binnen de mainstream media, zeg maar. De bekende Nederlanders die op een gegeven moment moeten zeggen, ik vind dit tof. Ja. Net als dat je ook ziet bijvoorbeeld bij darts of andere dingen, dat er bekende Nederlanders zitten om een soort van credibility te geven van dit is oké, dit is leuk. Nou, je ziet zou je niet kunnen zeggen dat het zelf komt eigenlijk, want die wereld is zo groot en die wordt... Ja, maar daarom is misschien dat voetbal wel weer heel belangrijk. Want je zag, E-divisie was heel belangrijk voor de Nederlandse markt. Je zag nu dat Ajax vorig weekend of zo, die hebben nu al gezichten van die spelers allemaal 3D laten inscannen voor FIFA. En dat wordt toch, weet je, dat genereert mega veel aandacht. Ja. Dat nu op dat niveau is en de eerste club in Nederland. Het is eigenlijk heel gek dat we af en toe nog steeds naar een schilderij van Jeroen Krabbe zitten te kijken op tv. Terwijl de game-industrie zoveel malen groter is dan de film- en de muziekindustrie. Maar omdat zeg maar, de programmamakers het niet begrijpen en denken, de jeugd is toch wel online. Ja. Ik denk dat er de gaming onder de 25 of onder de 30 gewoon bij het leven hoort waar je je tijd aan besteedt. Ja. Net als films, series en muziek. Hey, ik wil nog even, voor we proberen dat binnen een half uur te houden, dat wordt al lastig genoeg, maar ik wil nog even één... Het is ook veel te interessant. Ja, daarom. Nu kan ook. Maar nieuwe wereld. Het is voetbalavond, weet je wel. Dus, fysiek voetbal is ook een sport. Het is ook belangrijk. Nee, een heel belangrijk dingetje wil ik nog, want dat vind ik ook heel fascinerend eraan. Het is een wereld met ook andere manieren van geld verdienen, geld opleveren dan... wij, zeg maar, uit ons verleden kennen. Kun je daar iets over vertellen? Wat maken de verdienmodellen in deze wereld anders dan in andere werelden? Er zijn er denk ik 2. YouTube kennen voornamelijk van, dat je maakt de video, dan krijg je advertentieinkomsten. Hoe Twitch werkt als streamingplatform, daar gaat het niet zo heel veel om advertentieinkomsten. Waar het meer om gaat, je hebt een kanaal, je zendt erop uit, live. Dus je bent altijd live. En dan neemt iemand een abonnement op jou. En ik noem dat eigenlijk altijd een beetje gekscherend, je betaalt voor gratis content. Maar iemand geeft jou geld omdat hij vindt dat jij toffe content maakt. Dus je moet het verdienen. Wat krijg je daardoor? Dat de persoon die de content maakt, is trouw aan zijn publiek en niet trouw aan de adverteerder. Dus die gaat veel meer maken dat wat het publiek wil. En omdat dat gebeurt, zijn mensen ook steeds meer bereid om zeg maar, iedere maand daarvoor te betalen. Gaat 50% van de Twitch, 50% van... naar de contentmaker. Maar daarmee kan je wel met 200 tot 300 live kijkers. Staat even los van e-sport. Sommige e-sporters streamen ook. Dus een enorm grijs gebied, snap ik. Maar met 200, 300 kijkers tegelijkertijd kan je al een fulltime baan hebben met livestreamen. Omdat je gespoord wordt door je community. En dat is redelijk normaal in de gaming-industrie. Omdat Twitch bestaat al sinds 2012. En dit is hun businessmodel. Dus het gaat erom dat jij 100, 200, 300 subscribers hebt waarvan je 250 krijgt. Ja. En dan kan je heel leuk verdienen. Dat is één model. Dus gewoon betalen voor de content die je consumeert, die je vet vindt. Nou, dat gebeurt op steeds meer plekken. Het hoeft dus niet. Het hoeft niet, maar het mag wel. Ja. En als je het doet, dan krijg je een soort van visuele erkenning van, jij hoort bij deze club. Dus je kan er wel mee pochen. Overal op Twitch. En dat, sommige mensen zijn bepaald lid van een bepaalde streamer, omdat ze een bepaald dingetje krijgen om ergens anders te kunnen laten zien. Iets anders is crowdfunding.
De allergrootste prijzenpot van e-sports is 34 miljoen. En die is volledig bij elkaar gebracht door mensen die in-game een item hebben gekocht. Waarvan 25% naar de prijzenpot gaat. De totale opbrengst is 100 miljoen. Maar ieder jaar is het een sport. Heb je meer? Om de grootste prijzenpot te halen. En dat doet de community samen. Dus het is... het gaat ook over onze game. En op het moment dat je dat geld in uitgeeft... dus iedereen geeft 10, misschien 25 euro uit per jaar aan die game. Nou, dat is een dat item. Want dan heb jij bijgedragen ook aan dat toernooi. Dat is een fijn gevoel, dat is leuk. Dus het gaat veel meer om interactie en het publiek erbij betrekken. Dus in de mediawereld noemen ze dat volgens mij over de top. Ja, weet je, gaming was altijd al over de top. Er was al dat directe contact met consument. En dat is nu al helemaal meer. Zeker met e-sports is alles over de top. Ja, ik heb geen... Ik wist niet dat er iets anders bestond, zeg maar. En dat maakt het interessant. En ook op het moment dat je dus samen als community een bepaald bedrag haalt, unlock je ook iets voor iedereen. Dus er zit ook een heel community. Dus het hele communitygevoel, het alles aan elkaar gekoppeld, het samen doen, ergens aan bouwen. En dus dat maakt het ook het hele lastige om in e-sports te stappen. Omdat het is eigenlijk allemaal een soort van gecrowdfund en gecommunityfund. Er zitten heel veel sponsoren wel in. Maar voordat jij wordt geaccepteerd, moet je eerst laten zien dat jij iets doet voor de community. Want je hebt het eigenlijk allemaal samen voor elkaar gebokst. Ik heb hem toch even aangezet. 1-0 voor Ajax. Heel goed. Maar heel mooi. Maar dat is zeg maar ook het lastige aan sport... dat is ook nog heel erg verdeeld. Bij e-sports zijn mensen voornamelijk fan van de game, niet zozeer van een club. Ja. Ook vooral van spelers. Maar ze willen voornamelijk een hele mooie game zien, want iedereen is fan van de game, iedereen speelt de game. Dus bij Fortnite, ja, boeien wie de wereldkampioen wordt, het liefst de Nederlander. Maar dus de nationaliteit zit er wel een beetje in. Maar het is allemaal niet verdeeld op nationaal niveau. Maar ja, je wil gewoon een mooie pot zien. Ja, kijk eens een paar jaar vooruit. Wat gaat hier gebeuren? Het gaat ontzettend hard, de ontwikkelingen. Er duiken steeds meer commerciële partijen op. Ja, ik denk dat er een strijd komt op content. BAMTech van Disney. Die hebben een tijd geleden voor 300 miljoen al de rechten gekocht van League of Legends. De uitzendrechten. Ja. Nou, misschien wordt het wel uitgezocht, gezonden straks op Disney+. Ja. Het is nu in ieder geval nog gratis via Twitch. Ik denk dat er veel meer interactieve lagen ingebouwd gaan worden. En dat er een strijd komt om de content... nu is er al een strijd geweest tussen Twitch, YouTube en Facebook. Ja. Dus Amazon, Google, de grote mannen. Ja. Microsoft begint zich ook nu te mengen op de markt met een platform Mixer. En dat is gewoon interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ik vraag me af, wanneer komt het moment dat de grote kabelpartijen zich er echt mee gaan bemoeien? In Amerika heb je al wel op Turner. Maar in principe is het gewoon content. Ja. Waar heel veel mensen naar willen kijken. Ja, het enige probleem daarmee, ik weet dat de tijdsdruk is, het enige probleem met e-sports content is dat je heel verschillende organisaties hebt die het organiseren en die het ook uitzenden. En dat is ook een vraag op waarom doe je geen video. Omdat je kan nergens mediarechten zomaar even inkopen. Omdat als je alles van Counter-Strike zou willen uitzenden, moet je met heel veel verschillende partijen afspreken dat je dat mag gebruiken. En daarom is het ook heel lastig om met video te werken. Waarom? Wie heb je meer nodig dan Counter-Strike zelf, zeg maar? De spelers? Kijk, bij iedere game werkt het anders. De ene keer is de uitgever van de game, de organisator, en zet het uit. Maar bijvoorbeeld bij FIFA heb je, FIFA is een licentie van de FIFA-organisatie. Die hebben weer een deal met de clubs, die verlenen het aan EA. EA weer aan partijen die iets willen doen met e-sports. Dat is juridisch gezien één grote... Mijnenveld. Ja. Holy, wat ga je doen? Heb je dat hele sportstuk niet, dan wordt het een stuk makkelijker, maar... Ja, ben jij dan een third-party organisator? Bijvoorbeeld bij Dota en Counter-Strike zijn er 4-5 partijen die de toernooien organiseren. Dat laten ze helemaal uit handen. Ja, die hebben ook allemaal de rechten over die beelden. Dus dan moet je bij PGL, ESL, DreamHack... Dat is grappig, hè? Dus de hele wereld overal wel langs. Maar rechten zijn uiteindelijk het issue. Ja, mediarechten zijn bijvoorbeeld bij een Overwatch dan weer wel goed geregeld. Want daarvoor kopen ze dan weer heel goed en zo. En mediarechten worden denk ik wel echt een veel groter ding de komende 5 jaar. Maar dat is gewoon nu niet goed georganiseerd. Nee. Dus het is ook heel lastig als je nu zegt, ik ben tv en ik wil iets met... of ik ben een broadcaster en ik wil iets met e-sports. Ja, je kan een stukje kopen, maar niet alles. Nee. En misschien net niet dat wat je wil. En over die 5 jaar, hoe verdien jij je geld met e-sports? Wat ik op dit moment doe, is ik maak content voor partijen die wel content willen over e-sports, maar niet weten hoe ze dat doen.
En dan breng ik of die laag in de content die ze al hebben, of ik maak de content voor hen. Dus ik ben in principe gewoon een contentfabriek, white label of op mijn eigen platform. En het liefst heb ik gewoon het platform waar je je toernooi op zet, of waar je je team op zet, of waar je event of je ding op zet, waar gewoon de e-sports fan zit. En dat je die via gewoon dat platform kan bereiken. En daarnaast, heel simpel gezegd, op het moment dat de NOS een artikel maakt, bellen ze me vaak ook nog even om te factchecken. Ja. Dus dan is de site jouw uithangbord en verdien je geld eigenlijk aan het... Ja, allebei. Dus uiteindelijk moet je platform groeien om daar een subscription model te hebben, maar, denk ik, in plaats van een advertentiemodel. En dat mensen daar gezien willen worden. Ja. Niet met een logo, maar met een goede activatie. En wil je hen uiteindelijk helpen om gewoon legitiem goede e-sports content te maken. Omdat als je echt niet weet wat je doet... Ja, als jij bij League of Legends iets een hero noemt in plaats van een champion... en bij Dota een champion in plaats van een hero... Dan ben je eigenlijk een soort van af. En dat zijn de kleine details. Ik begrijp echt wel heel goed dat de redacties in Nederland daar gewoon geen geld voor hebben. Dus dat kan je bij wijze van spreken ook gewoon inkopen, die kennis. Ja. En dat wil ik zijn. Hey, Stegel is nog één ding vergeten te zeggen... Dat is dat het 1-1 staat. Top. Goed man. Hè? Ja. Oh, dat is 1-1? 1-1. Oh, ja. Oh, nou, lekker dan. Nee, ja, weet je, daarom... Het is echt voetbal, dat is geen FIFA. Nee, we gaan even kijken, we stoppen ermee. Ja, maar ik vind het super interessant onderwerp. En daarom zeg ik ook, dat half uur is natuurlijk eigenlijk veel te kort. Maar laten we er absoluut over doorpraten. Ik snap dat het voor jou best lastig is om al die jaren toch steeds... tegen no-no's als ons te moeten uitleggen. Dat is mijn rol. Wij zijn van ambassadeur, zeg maar, die iedere keer dit soort vragen zal moeten beantwoorden. Dat geeft ook niet. Ja. Nee. Maar ik raak het, daarom is ik raak het eerlijk gezegd steeds meer doorgegrepen. En ook met name over het stuk, de complexiteit. Wat, weet je wel, voor mij geldt alleen maar, ik heb een zoon die veel zit te gamen boven. En dan mis ik het artikel wat ik in de Volkskrant las over de training die jongen doet. Iemand inhuurt uit het buitenland om het bepaald stukje van zijn deskundigheid beter te maken. En dan denk ik van en hebben we het nog niet eens gehad over de vraag of voor jou Zwift fietsen met een online omgeving erbij, of dat ook bij e-sports hoort. Daar hebben we het een andere keer dan over. Laten we dat doen. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Blijf kijken als je live kijkt. En anders kun je de uitzending van ons on demand bekijken. Dankjewel. Dag.